Ik kan me niet herinneren, ik heb 6 jaar op de middelbare school gezeten. Ik kan me niet herinneren dat we het er ooit over hebben gehad. Dus ja, als je het er niet over hebt, dan is het toch een beetje een soort taboe. En dan, ja, durf je... Ja, ik tenminste, ik durfde niet dat zomaar tegen mijn vriendinnen te zeggen. Dat vond ik wel heel eng. Mijn naam is Paul. Ik ben nu 4,5 jaar voorlichter bij COC Haaglanden. En in het dagelijks leven ben ik student. Mijn naam is Vivienne. Ik ben 29 jaar. Ik woon in Leidschendam en ik geef voorlichting bij COC Haaglanden. En voor mijn werk organiseer ik sportprojecten en sportactiviteiten. Ik geef voorlichting bij het COC omdat ik belangrijk vind dat iedereen zichzelf kan zijn. Zelf heb ik heel lang in de kast gezeten omdat ik bang was voor reacties vroeger. En ik denk door het gesprek aan te gaan met jongeren dat er wat meer begrip komt en wat minder negativiteit. Nou, ten eerste omdat ik het leuk vind om voor de klas te staan en te vertellen over seksuele diversiteit. Maar het is ook belangrijk, denk ik. We hebben in Nederland nog steeds heel veel vooroordelen over seksuele diversiteit. Homo is een heel veel voorkomend scheldwoord op scholen. Als jij in de kast zit en je hoort elke dag in je klas mensen zeggen van hé, jij bent echt homo, jij bent echt dit. Dan durf je niet snel uit de kast te komen. En ook een beetje omdat ik het op mijn eigen middelbare school niet heb meegekregen en ik wil eigenlijk een positieve verandering daarin zijn. Praten over seksuele diversiteit op scholen is heel belangrijk om vooroordelen weg te nemen. Ik heb het gevoel dat leerlingen voor het eerst hier ook over praten met elkaar en ook voor het eerst iemand leren kennen die er open antwoorden over geeft op een heel open, toegankelijke manier. En dan zie je wel dat leerlingen aan het begin van de les soms heel negatief zijn als je het woord seksuele diversiteit in zijn algemeenheid bespreekt. Maar als je dan vraagt, vind je dat dan ook echt over mij aan het einde van de les, dan zijn ze al heel veel toegankelijker en een beetje ontdooid. En het gaat er ook niet echt om of het positief is wat ze denken of zeggen. Het gaat erom dat ze iets denken en er een keer over praten met elkaar. Maar je bent altijd samen met een andere voorlichter. En in het begin mag je meekijken met 2 ervaren voorlichters, hoef je niet meteen in te stappen. En je overlegt van tevoren eventjes hoe je de les gaat vormgeven. Maar eigenlijk is het belangrijkste dat je in gesprek gaat met leerlingen en ze de kans biedt om vragen te stellen. In het begin gaan we dan het associatiespel doen. En dan zie je wel van, dan vragen we wat denk je bij seksuele diversiteit. Nou, homo's zijn verwijfd en... zijn allemaal kapper of Gerard Joling, hysterisch. De gay pride lopen ze allemaal in een stringetje rond. Dat is een beetje het beeld wat ze hebben, zeg maar. Wat ik zelf wel leuk vond, een paar jaar geleden was er een meisje in de klas die kwam binnen en die moest even heel hard homo's roepen voordat we begonnen. En in de kring zat ze op een gegeven moment naast mij en aan het einde van de les tikte ze mij op mijn been en zegt: meneer, we hebben zo meteen een kwartier pauze, dus we kunnen eventueel nog langer doorgaan, want ik vind het zo'n leuke les. Nou, als ik dat in een uur en een kwartier heb veroorzaakt, ben ik heel tevreden. En ik vind het heel tof dat je dan die kinderen ook mee kan krijgen tijdens de les. Dat ze in één keer toch denken van, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk om over te praten. Of, ja, als je je eigen verhaal vertelt, zie je vaak dat ze helemaal aan je lippen hangen. En dat ze in één keer geef je het een gezicht, zeg maar. En hebben ze er wat meer gevoel bij. En na afloop voel ik me vaak heel erg energiek. Het kost veel energie om les te geven. Maar ik voel me ook altijd heel erg blij van de goede gesprekken die we voeren. Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb leuke mensen leren kennen via COC. Het staat natuurlijk ook wel leuk op je cv dat je voorlichting geeft. En ik heb nog nooit een sollicitatiegesprek gehad waarin het niet werd gevraagd. Of het nou relevant is voor de baan die je zoekt of niet, vrijwilligerswerk is altijd positief. En als je maatschappelijk betrokken bent, laat je dat ook graag zien in je cv. Een werkgever vindt dat gek genoeg altijd heel erg interessant. Iedereen kan voorlichting geven als je dat wil. Of je hetero bent of homo, dat maakt allemaal niet zo uit. Of je cisgender of trans bent, maakt ook niet uit. Zolang je maar een verhaal hebt om te vertellen en het leuk vindt om met leerlingen te praten. Onze groep voorlichters, ik denk dat we hele, zijn wel sociale mensen. Ook wel gezellige mensen. Het is heel, qua achtergrond heel divers, zeg maar. Iedereen doet heel ander werk bijvoorbeeld. En niet iedereen is homoseksueel. We hebben ook wel hetero's welkom geheten in ons team. Bijvoorbeeld een moeder van een homoseksuele zoon die voor haar zoon voorlichtingen ging geven. Ook een hele mooie motivatie. Elke les is anders.
je weet eigenlijk nooit van tevoren wat er gaat komen en daardoor is het nooit saai, zeg maar. Dus elke keer weer andere gesprekken of andere vragen. Ik vind het vooral heel erg bijzonder als mensen hun eigen verhalen durven te vertellen over iemand die ze kennen die homoseksueel is of een familielid die in transitie gaat. Soms komen die verhalen eruit en dat is voor leerlingen zelf ook nog heel erg moeilijk. En als ze dat durven te vertellen, betekent het dat ik een veilige sfeer heb gecreëerd om met elkaar te kunnen praten. En daar ben ik eigenlijk wel trots op.